Ik heb eerst 5, 6 bazen gehad. En toen heb ik gebeurnaast. En ik verdiende meer geld met beurnazen. Ja, en dan wil je ondernemen. Ondernemen is hobby. Heel veel mensen weten helemaal niet wat de definitie van ondernemen is. Ik zeg gewoon, het is gewoon, je haalt nooit je doel. Als je je doel bereikt, dan ga je weer verder. Dat is ondernemen. Ja, dat, en dat komt door creativiteit, doorzetten. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste twee punten zijn. En er zijn nog wel meer eigenschappen, maar als je toevallig die eigenschappen hebt, ja, dan heb je geluk gehad. Daarom zeg ik, je kunt het ook niet leren. Ik heb zoveel ideeën. Ondernemersplannen geloof ik ook niet. Gewoon ondernemen. Aanpakken. Doorzetten. Doen. Niet lullen, maar poetsen. Maar als je te veel leert, zeg ik wel eens, ook met het studeren, dan leer je ondernemer af. Dan ga je niet meer ondernemen. Want ondernemen is risico nemen. Dat zijn allemaal factoren. Ja, dat moet je in je hebben. Dat zit in je hart. Ben je mee geboren. Ik heb echt ondernemers die hebben niks begonnen. En dat vind ik de belangrijkste ondernemer. Maar geld en middelen is geen doel. Die zijn vaak creatief. Heel belangrijk voor de maatschappij. Want die scheppen werkgelegenheid. Want die nemen als ze groter worden mensen aan. Heel veel ondernemers beginnen ook te groot. Ik krijg heel veel jonge ondernemers bij me. En die willen direct, die praten direct al. Oh, Henny, hij mijn ton geeft. Dan heb ik over een jaar al een miljoen verdiend. Maar die gaan voor geld. En dan heb ik gezegd, jongen, hier is de deur, wegwezen. Ik zeg wel eens, dat is handjes maken de waarde. Praters maken de toegevoegde waarde. Maar een prater die negatief is, die maakt niks. Die rent alleen maar af. En daar krijgen we veel te veel van in Nederland. Je kunt niet alles. Dus dan kun je zeggen, haal ik specialist, maar haal ik in huis. Maar echt ondernemen, dat is ja, risico nemen en al die factoren. Maar als ik al die geluisterd heb naar iedereen, dan maak ik nog steeds pompen in de gaten.